Don't Start Now van Dua Lipa. Yeah! Zij heeft ongetwijfeld heel veel volgers op YouTube. Maar niet zoveel als Justin Bieber. Daar heb jij een nieuwtje over, Dominique? Ik heb zeker daar een nieuwtje over. Nou, Justin Bieber is dus de eerste artiest die de grens van 50 miljoen abonnees op YouTube heeft doorbroken. De Canadese popster bedankt zijn fans via Twitter voor het record. Nou, volg allemaal Miguel Laur op YouTube, want hey, hij wil zullen we het even bij het programma houden anders? Ja, wij hebben ook een YouTube-kanaal, Jezus. Hè? Ja. Gaan jullie lekker samen naar de stad toe vanavond, maar we zitten gewoon even grappig te maken. Hoezo mij? Rick heeft ook een vlogkanaal. Ik doe gewoon een shout-out naar jou. Ah, dankjewel. Maar inderdaad, volg Miguel Laugs op YouTube en Instagram. En ontvolg Justin Bieber, want hij heeft het niet meer nodig. Follow me too, on Instagram. Nee, maar dat vind ik trouwens wat je nou zegt, Rick, dat vind ik wel een goeie. Kijk, dat komt dan altijd in het nieuws. Maar wat nou als we gewoon mensen oproepen om allemaal Justin Bieber te gaan ontvolgen? Ja. Dan komt er misschien ook wel wat nieuws. Zo in één keer zo'n golf aan Nijmeegse mensen. Nou, ontvolg Justin Bieber op YouTube. Mensen, bij deze. Justin Bieber ontvolgen, alsjeblieft. Nou, dat vind ik zo gemeen. Hoezo vind je dat gemeen? Ja, dat is toch zielig? Iemand ontvolgen? Nou ja, tijdelijk dan. Nou, even in het nieuws komen en daarna mag je meer volgen. Ja, maar wij hebben ook een Instagram-account. Heem voor de weekend 2020, die moet je wel vervolgen. Daarover gesproken, ja. We hebben een record. Echt? Of een record. Een record. Een mijlpaal. Een mijlpaal, dat bedoel ik. Oh, wat jij mij gisteren stuurde via app. Ja, die nou, record. Ja, jij stuurde mij een foto gisteren daarvan. Wij hebben gisteren de 1100 volgers gehaald op Instagram. Nee. Nou ja, hey, het is de tweede aflevering voor een beginnend programma. Vind ik daar best wel netjes. Oh, dat vind ik inderdaad heel goed. Nou, niet massaal gaan ontvolgen trouwens. Want we zitten nog steeds rond op de 1100. Ja, maar dat is inderdaad wel goed. Want we zijn daar nu hard aan het werken. Ja. Ja. Ga dat gewoon volgen. Ja. Want ik vind dat, wat je net zei inderdaad, van dat mensen, dat het gewoon bitcherig is als mensen gaan ontvolgen. Ja, dat vind ik wel. Dat gebeurt dat bij jou dan nooit? Dat weet ik eigenlijk niet. Je hebt ook zo'n app daarvoor, toch? Iets van unfollow. Tenminste, op Twitter heb je dat. Dat is wel typisch, trouwens. Want dan heb je dat gedaan. Dat had ik ooit gedaan, zo triest was ik. En dan zie je precies wie jou ontvolgt. En dan word je heel treurig van. Ja, dan heb je app dan niet. Ja, maar zeker op, nou ja, op zijn leeftijd. Al jouw side chicks die jou helemaal zat zijn. Ja, huilen in je bed. Ja, nee, precies. Ja, maar dat is op zich wel interessant, toch? Dan kun je een beetje zien wie jou nog interessant vindt en wie niet. Ik merk namelijk, als ik een foto post, dat er soms in één keer veel minder mensen dat liken. En dan ga ik kijken en dan zie ik bepaalde mensen, die zie ik dat er niet meer tussen zitten. En dan ga ik kijken, die hebben mij gewoon ontvolgd. En dat is toch een beetje recht. Volgens mij heb jij gewoon vrije tijd te veel. Nee, maar dat is toch zo? Ja. Heb ik dat nooit? Dat je dan denkt van, die mensen die ken ik goed, maar in één keer liken ze niks meer. Nou ja, soms denk ik ook wel een beetje van, het zou mijn worst wezen. Ja, je hebt gewoon je eigen kanaal en als mensen jou niet leuk vinden, ja dan niet. Ja, maar jij hebt echt zo'n influencer kanaal. Vind je? Ja, dat vind ik wel. Je post elke keer van die naaktfoto's. Ja. Simon Watch wezen. Sorry. Hey, even terug op die shout-out die je net naar Miguel deed. Uh-huh. Misschien is het wel leuk als ik ook een klein beetje aandacht krijg. En die krijg ik. Deze week van Netta. Oei. Ja. Die, weet je wel, die iets wat voorstere Israëlische zangeres die 2 jaar terug het Songfestival won. Die heeft deze week een nieuwe single uitgebracht. En die heet Ricky Lake. Niet! En die gaan we nu draaien. Oh, Ricky. Je meet het niet, joh. Niet door de intro. Jezus Christus, man. Let me show. So drink from me.